Kies je voor een hbo-opleiding? Leuk, je bent van harte welkom. Deze video legt je uit welke vaardigheden belangrijk zijn voor een goede overstap naar het hbo. Tijdens je studie maak je zelf de planning van leer- en maakwerk. Het inschatten van de tijd die het gaat kosten is belangrijk. Met een goede planning houd je grip op je studie. Zo kan je indien nodig op tijd bijsturen. Je gaat zelfstandig aan de slag. Als er iets onduidelijk is, vraag je hulp aan je docenten of begeleider. Op het hbo leer je uit veel verschillende boeken. Dit kan soms abstract zijn en meer leesstof dan je gewend bent. Wat helpt is het onderscheiden van hoofd- en bijzaken en het maken van een samenvatting. Ook het leggen van verbanden tussen onderdelen is een belangrijke vaardigheid. Met interessante projecten word je tijdens je studie voorbereid op het werkveld. Het maken van verslagen hoort hierbij. Van tevoren bedenk je voor wie je de tekst schrijft en wat het doel is. Een vlotte en bondige schrijfstijl en goede vormgeving maken het verschil. Dit zijn de vaardigheden die nieuwe studenten in het eerste jaar vaak uitdagen. Andere belangrijke vaardigheden zijn informatie zoeken en verwerken, analyseren, samenwerken, onderzoek doen en het gebruik van ICT. Ga na welke hbo-vaardigheden jij al onder de knie hebt en welke je nog wilt verbeteren. Vraag het aan je ouders, een klasgenoot of docent en overleg met je begeleider hoe je dit aanpakt. Of maak gebruik van online tools op www.bekijkjetoekomstnu.nl. Zo ga je goed voorbereid van start met je studie op het hbo.